Hey en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag een hele grote sales shoplog voor je van MS Mode. MS Mode heeft namelijk op dit moment een hele fijne grote sale lopen. Waarbij echt heel veel items in aanbieding zijn. Zowel lente-zomer items als herfst-winter items. Dus whatever je nodig hebt, je kunt op dit moment bij ze terecht. Ik mocht weer echt heel veel van ze uitzoeken. Echt super lief. Deze video is dus ook gesponsord door MS Mode. Betekent niet dat ik geen eerlijke mening ga geven natuurlijk. Zoals altijd ga ik je gewoon vertellen wat ik van de items vind, hoe ze vallen, et cetera. Maar ik heb echt zoveel leuks hier liggen. Van leuke zomerse items tot zelfs een trui. Eigenlijk voor alle seizoenen heb ik volgens mij wel iets. Dus ik zou zeggen, als je er zin in hebt, doe dan vast een duimpje omhoog. En dan gaan we gewoon heel gauw beginnen, want we moeten aardig wat items door. Als eerste item. Als je mijn kledingkast opruimen video hebt gezien, dan zie je deze misschien al aankomen. Maar ik had daar dus een blouse in laten zien van de MS Mode, die ik echt geweldig vind. En waarvan ik toen al zei, ze hebben er ook een jurkje van. En die wil ik waarschijnlijk ook halen. Nou, dat is dus deze. Het stofje heb ik dus al in een blouse. En die vind ik echt prachtig. En dit is dus een lange mouwen jurkje. Een overslagjurkje met dezelfde print. Ik vind het echt geweldig mooi. Hij heeft ook een beetje van die wat poefier mouwtjes, een mooie V-hals. Ja, wikkeljurkjes zijn altijd wat lastig te laten zien zo. Maar ik ga dit gewoon aantrekken voor jullie natuurlijk. En dit leek me echt geweldig gewoon voor het najaar. En deze jurk komt uit de MS Mode Studio collectie. Wat echt al een hele tijd terug. Kost officieel €44,99 en nu in de sale nog maar €17,50. Ik heb zelf een maatje 44 genomen en ik ben zo excited dat ik deze nu ook heb. Want dat blouseje is echt een van mijn favoriete blouses, puur door het stofje en door de print. Het is echt zo'n mooi shiny stofje namelijk. Dus ja, ik kon deze gewoon echt niet laten. Er zitten echt mijn kleuren in, maar ook een beetje blauwig. Dus je kan er ook coolere dingen bij combineren en I freaking love it. Dus laten we hem aandoen om te zien hoe die staat. Dit is nou echt zo'n jurkje wat je overal naartoe aan kan. Het kan voor een wat chiquer diner. Het kan gewoon overdag met een paar stoere boots eronder. Echt, ik vind hem zo leuk. En doordat je hem natuurlijk zelf strikt, zit hij perfect in mijn taille. Ik vind zelf het décolleté ook niet too much. Ook niet te weinig. Hij zit echt perfect. De lengte is mooi. Ik ben zelf 1,75 voor degenen die nieuw zijn op mijn kanaal. Dus dan kun je het vergelijken voor jezelf. Ja, ik ben echt net zo blij met dit jurkje als wat ik had verwacht. Echt zo blij dat ik nu en de blouse en het jurkje heb. Kijk ook even hoe schattig het uiteinde van die mouwen is. Ja, dit is absoluut een aanrader. Dan heb ik hier een heel leuk outfitje bij elkaar. Echt in hele neutrale kleuren zoals je kan zien voor mijn doen. Als eerste ook weer uit de MS Studio collectie in een maatje 44. Heb ik deze leuke oversized blouse. Dit is dus een blouse met een zebra print in het een beetje crème met beige. En deze had ik dus echt al de hele tijd op het oog. Ik vond het heel erg leuk. Ja, gewoon heel erg makkelijk te combineren. Ook met een flared legging bijvoorbeeld. Het is dus een maatje 44 en deze kostte officieel €39,99. Maar in de sale kost hij nog €15. Dus wat dat betreft, I freaking love it. Ja, het is gewoon echt een heerlijk katoenen stofje. Het is echt niet zo'n zweterige blouse. Dat heb ik heel vaak met blousjes. Dat ik ze gewoon veel te warm en zweterig vind. Dat ziet er naar uit dat deze totaal niet is. En daarbij heb ik deze hele mooie lichte jeans. Het is dus een, ja, een beetje niet wit-wit, een beetje crème-wittige jeans. Deze komt uit de Festival collectie. En deze kost €39,99 origineel. Ik heb een maatje 46 genomen. En dit is dus als het goed is een hele mooie hogere jeans. Die gewoon met een wijde pijp uitloopt. Ik heb zelf dus geen witte jeans meer in mijn kast. Ik had er ooit eentje. Maar die zat gewoon echt niet goed. Het was een beetje cropped pantalonachtig modelletje. Maar elke keer als ik hem aandeed was het goed. Maar zodra ik hem een tijdje aan had, liep die zo erg uit dat het gewoon van mijn kont afzakte. Dus MS Mode is over het algemeen mijn merk qua broeken. Dus ik dacht, we gaan dit proberen. En ik dacht, het is natuurlijk echt een hele leuke, beetje, ja, casual, maar toch ook wel weer wat chicere
combinatie doordat het zo'n beige lichte tinten combi is. Qua prijs. Origineel was de broek dus €39,99 en nu in de sale kostte die €27,99. Ik moet enorm wennen aan mezelf in deze outfit omdat ik eigenlijk nooit zulke lichte kleuren draag. Maar beide zitten echt perfect. Tipje voor de jeans. Ik zit meestal tussen 44 en 46 in. Ligt eraan hoeveel stretch er in een broek zit. Deze zit qua 46 echt precies goed. Ik had echt geen 44 moeten nemen. Dus echt een tipje. Als je tussen twee maten in zit, neem de grotere maat. De blouse, I love it. Ik heb dit geprobeerd, maar ja, wat er hier gesplit zit, zit dit niet heel erg mooi. Maar goed, dit is in ieder geval de broek. Mijn navel zit echt precies waar de knoop zit. Zeg maar hier. Dus zo hoog zit die. Qua pijpen, het is dus geen skinny, maar het is ook niet, ja, extreem wijd. Het is gewoon straight leg. En de blouse, ja, I like it. Hij is dus zo lang. Je kunt hem in je broek stoppen. Je kan hem opknopen. Je kan hem los laten hangen. Je kan hem open hangen. Je kan er van alles mee. De mouwen kun je opstropen. Ik denk dat ik dat zelf het leukst vind. Of in mijn broek, of opgeknoopt, of loshangend. En dan met de mouwen opgestroopt voor een wat stoerdere look. Maar echt heel blij met deze items. De witte broek schijnt een heel klein beetje door. Als je kijkt naar dat de blouse erin zit, vind ik het heel erg meevallen. Ik heb zelf een rozige onderbroek aan en die zie je ook helemaal niet. Dus wat dat betreft, toppertjes. Dan heb ik hier een andere top die ik even ga combineren met de witte jeans van net. Lijkt me namelijk een hele, ja, stoere casual outfit. En dat is namelijk deze prachtige, ja, satijn look zwarte crop top. Het is echt zo'n mooie top. Toen ik hem online zag, werd ik direct verliefd. Hij heeft hier langs het randje namelijk van het kant zitten, wat echt heel mooi is. Hier onder de borst, zeg maar in het midden, heeft hij van die knoopjes lopen. Ik hoop dat dat goed zichtbaar is. Hier zo. En verder heeft hij dus een beetje een poefie mouwtje en loopt hij vervolgens lang met bij de pols een elastieke band. Ja, ik weet het. Ik vond dit echt gaaf. Dus ik hoop echt zo dat deze goed gaat zitten. Ik heb gekozen voor een maatje 44. En deze komt ook weer officieel uit MS Studio lijn. De MS Studio lijn is echt mijn favoriete collectie van MS mode. Dat kun je wel zien. Ik heb dus een maatje 44 genomen. En deze kost officieel €39,99. En nu nog €15. Oké, ik vind deze top echt prachtig, maar ik had gewoon een maatje kleiner nodig gehad, zoals je kan zien. Ik was voor een 44 gegaan, omdat ik bang was dat het anders hier zo zou gaan spannen bij mijn borsten. Maar dat is dus niet zo. En ik zit vaak tussen een 42 en 44 in aan de bovenkant. En in dit geval had ik dus gewoon een 42 nodig gehad. Ik vind het verder echt een prachtige top. Zeker een aanrader. Hij is dus niet extreem cropped. Ik denk dat als het gewoon mijn maat zou zijn, dat die zo ongeveer zou vallen. Dat vind ik zelf wel een hele mooie hoogte voor op deze broek inderdaad. Dus absoluut een aanrader. Maar als je tussen twee maten in zit en geen extreem grote boezem hebt. Ik heb zelf een 85D. Dan zou ik zeggen, neem de kleinere van de maat. Ik ga even kijken of ik deze nog kan ruilen. Maar ja, echt een hele, hele mooie top qua details en zo. Echt. Ja, ik hoop dat deze er nog is in een maatje kleiner. Dan heb ik hier een item wat ik ook even over de vorige outfit heen ga passen. Want ik weet niet waarover ik hem anders ga passen. Maar dit is dus een heel tof denim giletje. Met van die, ja, hoe noem je dit? Van die openstaande grotere schouders. Er zit geen schoudervulling in, maar het is wel zeg maar zo recht. Ik weet niet. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar goed, je snapt het idee. Het is dus een oversized gilet. Helaas was er geen 44 meer, dus ik heb een 46. Ook weer uit MS Studio lijn. Ik vind dit dus echt heel erg tof. Hij heeft hier bovenaan een knoopje. En daaronder gaat hij dus met een rits en knoopjes open en dicht. Ik denk zelf persoonlijk dat ik hem het snelst open zou dragen. Puur omdat het een oversized ding is. En ik bang ben dat ik anders heel mijn figuur kwijtraak. Maar ik vond hem er zo gaaf uitzien online. Denk ook weer op een flared legging bijvoorbeeld. Heel erg tof. Maar ja, ik wilde deze gewoon heel erg graag proberen. Qua prijs kostte die origineel €49,99 en nu nog €25. Let niet op de combinatie, want dit bij elkaar zou ik waarschijnlijk nooit dragen. Maar echt, ik vind deze gilet zo tof. Ik had ook gedacht dat hij misschien heel groot zou zijn in de 46, maar het valt dus heel erg mee. Zo zie je ook beter wat ik bedoelde met die mouw. Het is ook echt twee lagen en hij loopt dus echt wel wat
verder uit zonder schoudervulling te hebben. Je kan hem dus ook dicht dragen. Dat zou ik zelf niet zo snel doen, want dan vind ik mezelf echt zo blokkerig worden. Maar zo openhangend vind ik hem echt heel erg tof. Hij heeft dus ook gewoon zakken. De broek overigens ook, mocht je het je afvragen. Dus ja, ik vind hem echt heel erg tof. Hij valt dus bij mij tot net op de billen. Ja, heel erg leuk. Ik denk dat dit in de herfst echt ideaal is voor als je laagjes wil. Dat je dan inderdaad een top aan doet en dan deze eroverheen als laagje. Heb je niet gelijk de mouwen erbij, maar wel gewoon de warmte die je zoekt. Een beetje bodywarmer-achtig idee. Echt een heel erg tof, stoer item. Dan heb ik weer een lekker zomers item. En dit is dus een wikkeljurkje. Ze hadden trouwens hetzelfde jurkje ook met in plaats van groen lila. Maar ik vond dit groen juist wel heel erg tof. Ik heb de afgelopen maanden gemerkt dat ik ineens helemaal into groen ben. Dus ik dacht, we gaan voor groen. Ik heb gekozen voor een maatje 44. Deze komt zowaar niet uit een studiocollectie of zo. En hij kostte officieel €34,99. En nu kostte hij nog €17,50. Wat ik echt een heerlijk prijsje vind voor een jurkje. Het is dus een wikkeljurkje. Het is eigenlijk hetzelfde idee als het eerste jurkje. Maar nu dus met een kortere mouw. Wat hier ook een beetje elastiek heeft. Dus je kunt hem een beetje zo laten poefen. Zoals het ook kan met deze top. Deze is overigens ook van MS Mode. Volgens mij is die op het moment ook in de sale. Dus als dat zo is, zal ik hem in ieder geval voor je linken. Maar dit is verder gewoon een heel basic wikkeljurkje met aan de onderkant van die leuke roesjes. Ja, nogmaals, wikkeljurkjes zo laten zien is lastig. Dus laten we het gewoon bij het aanbeeld doen. Dit jurkje is weer exact wat ik ervan had gehoopt. Ik vind de kleur echt heel erg mooi staan. De mouwtjes kun je dus zo poefie maken als je wil door hem wat verder omhoog te trekken. De lengte is opnieuw perfect. Ik vind dit soort jurkjes altijd gewoon heel veel doen voor mijn figuur. Qua décolleté is die best wel netjes. Ik zie mezelf deze al helemaal dragen op vakantie. En we gaan in oktober nog 2 weken weg naar Italië. Dus deze gaat geheid dan mee in mijn koffer. Want hij is echt super cute. Dan heb ik weer een neutrale kleuren outfit. En dit is dus een flared legging die absoluut gemaakt is voor het najaar. Want ik haalde deze uit de verpakking en oh my god, it's freaking soft. Het is echt een beetje vliesachtig zacht gewoon. Ik weet ook niet of dat overkomt op camera. Maar het is echt een heel lekker zacht stofje. Aan de binnenkant. Nee, de binnenkant is niet zo zacht. Ik wou zeggen, want soms gaat dit soort stofjes kriebelen. Maar als de binnenkant dat niet is, dan zal dat niet zo zijn. Maar dit is denk ik wel echt zo'n ding waarvan je gewoon, als je dan thuis zit, dat je echt zo je eigen broek gaat zitten knuffelen. Dat idee krijg ik hier een beetje van. Hij is echt super zacht. Maar goed, het is dus een flared legging uit de studio collectie van een tijdje terug. Met dus weer een soort zebra-achtig printje. Volgens mij komt hij uit dezelfde collectie als waar die blouse toen vandaan kwam. En hij is dus flared. Ik vind hem echt mega gaaf. Ik heb gekozen voor een maatje large uit de studio collectie. En hij kostte origineel €34,99. Maar nu in de sale €12,50. Ik bedoel, €12,50 voor een freaking vliesachtige broek. Ik zou het wel weten. En op die broek had ik dus deze prachtige blouse bedacht. Het is echt zo'n hele mooie satijn look blouse. Maar dan in een prachtig, een beetje chocoladeachtige donkerbruine kleur. Ik vind dit dus echt zo'n heel mooi, wat chiquer item. Over het algemeen hou ik heel erg van kleur. Maar deze outfit, ondanks dat het juist heel neutraal is qua kleuren, is helemaal mijn ding. Ik vind het echt prachtig. Ik heb volgens mij gekozen voor een 46. Want er stond online bij dat hij bij de eerste keer wassen bijvoorbeeld door het stofje een beetje zou kunnen krimpen. Dus ik ben expres een maatje groter gegaan. Waarschijnlijk is hij nu dus heel erg lekker groot. Maar we gaan het proberen. Juist op een flared legging vind ik dat altijd wel een heel erg leuk lookje. Meestal ben ik van het accentueren van mijn taille, maar met dit soort dingen juist weer niet. En als je dat toch wil, dan knoop je hem op of doe je er een riempje omheen. Hij kost in ieder geval origineel €39,99. En nu in de sale €20. Voor zo'n mooie, chic uitziende blouse. Welkom bij chill outfit, maar dan toch chic. Ja, je moet eventjes de kreukels uit de blouse wegdenken. Want die moet ik er natuurlijk even uitstrijken. Maar het is gewoon een heel mooie, oversized blouse. Die haast een beetje op een slaapshirt doet denken zo. Maar als je hem dus of opknoopt,
Of als je hem bijvoorbeeld nog een gaatje of knoopje open doet. Wordt nu een beetje sexy, dan moet je er iets onder doen. En dan bijvoorbeeld zo laat hangen, vind ik hem echt super mooi. Maar dan zou ik er een hemdje onder doen en niet alleen een bralet. De broek. Dit wordt geheid mijn chillbroek dit najaar. Want echt, dit ding zit zo lekker. En hij is warm, waardoor ik nu denk van hij is heet. Maar ik denk echt dat hij dit najaar heerlijk is. Hij is een heel klein beetje aan de korte kant voor mij, zoals je kan zien. Bij mijn 1,75 had hij net even ietsjes langer gemogen. Maar verder zit hij echt heerlijk. En het is ook niet storend kort of zo. Dus ik ga deze geheid heel veel dragen. Chill outfit, maar ook buiten de deur. Lekker warm. Dit is zo'n flared legging die je ook in de wintermaanden aan kan, omdat hij dus best wel warm is. En de meeste flares ervan denken, dan moet er een panty onder. Ik denk bij deze dus niet. En dat is echt top. Dan heb ik hier een freaking trui. Terwijl het vandaag, terwijl ik het opneem, 28 graden wordt. Dus kijk nu al op tegen het maken van de aanbeelding ervan. Maar het is wel een hele leuke trui. Het is best wel schattig voor mijn doen, want hij heeft dus van die roesjes. En het is dus ook weer een neutrale tint, waardoor ik dacht ik pas hem op die flared legging. Want ik denk dat het wel een hele leuke combi kan zijn. Of het wordt me net even te saai, maar dat gaan we zien. Het is een maatje large en het is dus echt een trui met heel erg veel details erin. Qua ja, gehaakt, et cetera. En dus van die franjes hier, die helemaal tot aan je schouder doorlopen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik dit ga vinden. Of ik denk van wauw. Of dat ik denk, het is me iets te tuttig. Maar ik vond hem op het model echt prachtig uitzien. En qua prijs was deze dus origineel €39,99. En nu €15. Ik bedoel, voor een trui. Oké, qua pasvormen vind ik het toch niet echt een geweldige combi. Maar goed, dit is dus de trui. Zoals je kan zien, hij schijnt wel door als je er alleen een zwarte bralet onder doet. Dus doe er gewoon een hemdje of zo onder. Dan is dat probleem opgelost. Of een huidskleurige BH. Zelf zou ik er wel iets onder doen, want hij kriebelt een heel klein beetje. En ik denk dat het bij heel veel mensen niet eens opvalt, maar gewoon puur dat ik hoogsensitief ben. Dat ik denk een heel klein beetje. Dus ik zou er wel een hemdje onder dragen. Verder vind ik hem echt heel erg tof. Ik moet hier nog wel aan wennen, maar ik vind het wel echt wat hebben. En ik denk ook heel erg leuk als je hem in bijvoorbeeld een rok stopt. Ik heb bijvoorbeeld een suede look midi rok. En ik denk dat die hier bijvoorbeeld heel erg leuk bij past. Dus ja, zeker een aanrader. Ik ga hem nu alleen heel snel uitdoen. Want met 28 graden een trui en een vliesachtige legging is een beetje warm. Maar het zijn absoluut toppers. Dan heb ik hier weer een jurkje. En dit is dus een heel erg leuk groen jurkje met een bloemetjes stofje patroontje. En ik ben dus heel benieuwd naar deze jurk, hoe ik hem ga vinden. Want hij heeft dus een hele toffe asymmetrische bovenkant. Waarbij hij aan deze kant strapless is. En aan deze kant heeft hij dan een touwtje wat je zelf kan strikken naar hoe hoog, hoe strak je hem wil hebben. En dan een ruche die zo over de schouder gaat. Dus heel erg tof asymmetrisch. Dat ruche loopt helemaal door, zeg maar, rondom de borst. En daaronder heeft hij vervolgens ook nog een tailleband. En daarna loopt hij wijd uit als een midi rok, jurk, met aan de onderkant ook weer die roesjes die je aan de bovenkant hebt, zodat het een beetje terugkomt. Ik ben er echt heel benieuwd naar. Ik ben namelijk heel benieuwd of ik het stofje leuk ga vinden of dat ik hem net even iets te oudbollig ga vinden. Er zit een heel klein beetje een zilver detail doorheen, maar niet extreem, waardoor ik denk dat je hem ook prima gewoon met gouden sieraden kan dragen, zoals ik dat graag doe. Ik ben er in ieder geval heel erg benieuwd naar. Hij komt uit de gewone collectie van MS Mode. Een keer geen studio item. En het is een maatje 44. Officieel of origineel kostte die €59,99. Nu kostte die nog 30. Dus het is echt een leuk groot verschil. Laten we zien hoe die staat. Oké, ik had me een beetje vergist in dat die off-shoulder zou zijn aan één kant. Tenminste, helemaal niks. Hij is gewoon off-shoulder. En dan heeft hij hier een bandje. Die moet ik nog even verstellen, want die zit een beetje lossig. Maar dit is in ieder geval hoe de jurk staat. Ik vind het echt een heel erg leuke jurk. Maar ik moet er wel een beetje aan wennen, omdat het voor mijn doen wat schattiger is. Maar ik vind hem wel echt heel erg mooi. Ook zeker om 's avonds in uit eten te gaan of zo. Echt, ik ben nog helemaal in vakantiestemming en dit soort jurken helpen daar flink aan mee. Dus dit is echt een heel erg mooi kwalitatieve jurk. Het is wel polyesterig, dus als je snel zweet is het misschien niet de beste optie qua stofje. Maar ik vind het wel echt een heerlijk ding. Lekker flowy ook. Even kijken hoe die zo
achter me aanzwiert. Ja, echt heel erg leuk voor de zomer. Dan een outfit met een top in vrijwel dezelfde kleur als die ik nu draag. Het leuke is alleen dat dit dus een glittertop is. En ik vind dit zo leuk. Ik heb gekozen voor een extra large, want de large was er helaas niet meer. Maar ik heb nog een glittertop van MS Mode. Die konden jullie vorige mei in mijn vorige video zien. Weet ik niet meer zeker. Nee, die heb ik alleen op Instagram laten zien. Het is nu wel een groene glittertop. Echt zo'n tanktop modelletje. En dat is ook een extra large, maar die knoop ik altijd op, waardoor die hartstikke leuk oversized valt, maar wel taille geeft. En dat hoop ik dus dat ik deze ook kan gaan doen. Het is dus een heel basic t-shirt in dus een grote maat met dus een hele mooie glitter er doorheen verwerkt. Wat hem wel leuk maakt, is dat hij hier zo bij de mouw dit effect heeft. Dus echt super schattig, een beetje, ja, dit doet mij een beetje fairy-like overkomen, zeker door het kleurtje. Volgens mij hadden ze hem ook op zijn zwart. Maar ik vond juist deze kleur wel heel erg leuk. En dit is gewoon een basic top met net even wat extra's door dus die mouwtjes en die glitter. Dus dat vond ik heel erg leuk. Het is dus een extra large en hij kostte origineel €24,99. En nu in de korting €10. €10, jongens. En die wil ik combineren met deze broek. Dit is een zwarte pantalonbroek met een elastieke bovenkant. Dus geen knoopjes of ritsen of whatever. Ideaal voor als je je tijd van de maand hebt en er toch een beetje presentable uit wil zien met een pantalon. Want het is dus gewoon een pantalon, maar dan met elastiek. Ideaal. Het is dus een zwarte pantalon met in het midden van de broekspijp. Ik hoop dat ik dat goed ga kunnen laten zien. Daar loopt een naad. Komt dat over? I really don't know. Ja, volgens mij zie je hem wel. En die naad loopt dus helemaal aan het uiteinde van de broekspijp uit in een splitje. Dus er zit aan het begin, aan de voorkant van de broekspijp, zit een klein splitje. Waardoor je bijvoorbeeld hele mooi je hakken kunt laten uitkomen. Of je sneakers of whatever je daaronder doet. Wat ik echt heel erg tof vond. Deze komt uit de gewone collectie en ik heb een maat 46. Origineel kostte deze €44,99 en nu in de sale €17,50. I mean, je hebt gewoon voor €27,50 nu deze outfit. I mean, I freaking love it. Dit is dus exact waar ik op had gehoopt. Dat als ik er een knoop in zou leggen, dat die top dan echt heel erg mooi, leuk zou vallen. Kijk ook even met die mouwtjes. I freaking love it. De pantalon zit echt zo comfortabel als maar kan. Ik heb ook nog wel wat ruimte over, moet ik zeggen. Maar ik vind dat zelf eigenlijk wel lekker. Want wat ik al zei, dit is echt een ideale broek voor als je bijvoorbeeld ongesteld bent. En dat is ideaal. Ja, ik vind het echt een hele mooie broek. Hij is wat dat betreft qua lengte ook heel erg mooi. Hij heeft dus inderdaad die splitjes zo aan de voorkant. Dus je kunt hem casual met een sneakertje of juist wat chiquer met hakken eronder. En dan komen ze heel mooi zo eronder uit. Ik vind het echt heel erg leuk. Heeft dus zakken. Voelt als een joggingbroek. Is wel warm met dit weer. En ik zal ook nog even laten zien. Kijk, dit is het shirt dus los. Ja, zo zou ik hem nooit dragen. Maar zo opgeknoopt wel. Je kan hem natuurlijk ook gewoon in je broek stoppen. Maar omdat hij bij mij zo extreem groot is, vind ik hem zelf dan iets te... Maar goed, opgeknoopt ga ik hem heel erg veel dragen. Dus ook met deze twee items weer mega blij. En dan het allerlaatste item van deze video. We zijn er eindelijk aangekomen. Dat is weer een bruin item. En ik ben zo benieuwd naar dit item. Hij komt weer eens uit de studio collectie. En het is dus een prachtige polo jurk. En ik zou nooit van mijn leven hebben gedacht dat ik ooit een polo jurk zou nemen. Maar ik zag deze online en ik werd er helemaal verliefd op. Want het is dus een jurk met van die knoopjes in het midden. En hele mooie ruching. Waardoor die dus als het goed is bodycon moet zijn, maar dan echt op een hele mooie manier je curves moet laten uitkomen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zag hem bij Laura. Laura, waarbij ik toen ooit die boudoir shoot heb gedaan een keertje. En toen raakte ik nog verliefder. Zij zei wel dat hij relatief klein viel. Dus ik heb gekozen voor een 46. In de hoop dat hij dan dus goed zit. Anders gaan die knoopjes misschien een beetje trekken. Maar echt, dit leek me zo'n mooi item dus voor de herfst. Dit, een paar stoere laarsjes eronder. I freaking love it. Echt, ik zie het al helemaal voor me. Dus ik hoop zo dat hij mooi gaat zitten. Hij kostte in ieder geval origineel €39,99. Volgens mij was hij er ook in het zwart. Maar ik heb weer gekozen voor die mooie chocoladekleur. Komt volgens mij uit dezelfde MS Studio collectie als toen die zebra print items. En als die satijnen blouse. Volgens mij is er ook nog een satijnen broek in deze kleur. Maar echt
Ondanks alle natuurlijke kleuren is het heel wat voor mij. Maar goed, hoe duur is deze jurk nu? 15 euro. I repeat, 15 euro voor dit. Echt, ik kan niet wachten om hem aan te trekken. Het is een heel mooi ripstofje. Ik weet niet of je dat al goed had gezien. Maar ja, laten we hem gewoon aandoen. Wie had ooit gedacht dat ik zo enthousiast zou worden van een polo jurk die ook nog eens bodycon is. Want bodycon is echt een van mijn grootste fashion fears. Maar even voor de duidelijkheid. De dress, ladies and gentlemen. Echt, I freaking love it. Ik snap wel wat Laura zei over dat hij wat kleiner valt. Want hij zit bij mij in principe prima. Maar je ziet wel inderdaad dat het hier, als ik iets meer uitdij, zeg maar, open gaat staan. Dus echt, neem één, misschien twee maatjes groter. Zeker als je grotere borsten hebt, denk ik namelijk dat die anders dat probleem gaat hebben. Maar dit is zonder ook maar iets van een broekje eronder. Dus er is niks wat corrigeert, behalve dus dat dit jurkje mooi met al die roesjes alles mij maakt. Echt, ik ben zo blij met deze jurk. Dit is zo'n goede afsluiter van de video, jongens. Echt, ik vind deze zo gaaf. Ik ga deze zo ontzettend veel dragen, dat weet ik nu al. Echt, ik kan niet wachten tot het hier weer voor is. Laten we nog wel even wachten, want ik hou eerst van de zomer. Maar, oh my god. Dit is echt de beste afsluiter die we hadden kunnen hebben. Heel, heel, heel blij mee. Oké, dat was het. Mag ook wel, als ik de stapel hier naast me zie, die ik dus allemaal nog moet gaan passen. Jullie hebben al gezien hoe alles staat, dus ik ben heel erg benieuwd welk item uiteindelijk jouw favoriet is. Of jij denkt, oh my god, die moet ik ook hebben. Ik ga nu snel shoppen. Zowel in de winkels als online kun je dus veel van deze items vinden. Ik ben echt super blij met alles, dus ik wil MS Mode weer heel erg bedanken voor het sponsoren van deze video en voor al deze prachtige items natuurlijk. En ik wil jou bedanken voor het kijken van deze video. Als je de video leuk vond, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Daar help je mij echt heel erg mee in het algoritme van YouTube, dat mijn video's daadwerkelijk bij mensen terechtkomen. En verder vergeet je natuurlijk niet te abonneren en op het belletje te klikken als je mijn video's nooit meer wil missen. Is allemaal helemaal gratis en je helpt mij daar heel erg mee. En dan zie ik je heel graag terug bij een volgende video. Doei doei!